Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Sims 4 aflevering. Ik ben Melvin en wij zijn hier weer terug met ons 4. Waar is Liberty? Oh, Liberty die moet even naar de wc. Oh, nou ja, ga dan maar naar de wc toe als je moet. In ieder geval, wij zijn weer terug bij ons leuke gezinnetje die nog steeds op vakantie is. Ja, ik vind het heel erg leuk op vakantie, maar helaas komt dan al het leuke een einde. En moeten wij ook daadwerkelijk straks weer naar huis toe. Komen wij weer terecht in ons saaie, doodgewoon normale leven. Maar dat doodgewoon normale leventje gaat wel snel drastisch veranderen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, Melvin, zoals jullie weten, wordt bejaard. Ja, ik word bejaard en ik heb jullie reacties gelezen en ik kan nu geen duidelijke conclusie trekken. De ene zegt van Melvin, het hoort erbij dat je ouder wordt, dus je moet... Wat? Vierde verjaardag van Lara met... Oh ja, nu gaat het opeens weg. Is Lara ouder? Is Lara jarig? Fucking Lara is jarig! Hallo, waarom wordt me dat nog niet eerder verteld? Oh mijn god, zijn we op vakantie en is Lara jarig? Nou ja, ik zal nog even verder gaan met mijn bejaardenverhaal over mezelf. Want zoals hij staat, word ik over 4 dagen een oudere. Ja, en dat betekent dus dat ik bejaard word. En ik heb jullie dus gevraagd of van wat moet ik doen? Moet ik dan bejaard worden? Moet ik niet bejaard worden? En echt waar, wat zijn jullie afwisselend? Echt, voor mij was ongeveer de helft. Die zeiden van Melvin, het hoort erbij. Je wordt nou eenmaal ouder. En je kan in het echt ook niet een drankje kopen om jonger te worden. Dus word gewoon bejaard. En de andere helft zegt van Melvin, word niet bejaard. Want dan is het leuker. Dan kan je eens met je eigen gezin verder gaan. Maar degene die dan zeggen van word bejaard. Dan kan ik daarna doorgaan met een nieuwe generatie. En dat is dan met Lara of met Patricia. Want zie, dat is dan de generatie die daarna komt. En dat idee vond ik best wel interessant. Ja, maar nu is dus de vraag van, moet ik dat ook daadwerkelijk gaan doen? Ik denk het wel. Het is mijn serie. Jullie bepalen natuurlijk wel dingen, maar ik moet toch wel de knoop doorhakken, om het even zo te zeggen. Dus ik ga Melvin eerst gewoon bejaard laten worden. Dat gaat nog even 4 dagen duren. Dus dat is denk ik ergens de volgende aflevering. En dan gaan we kijken hoe Melvin er bejaard uitziet. En dan moet ik ook de conclusie gaan trekken van, gaan wij verder met Patricia of Lara in de nieuwe generatie? Want er is ooit een update geweest. Dan kan je dit zien. Dat is je stamboom. Zie, dan kunnen wij doorgaan met een hele stamboom. Dat zou toch best wel leuk zijn. Dat klinkt best wel interessant en aangenaam. Dus ik ga dat denk ik ook gewoon proberen, ja. Dus Melvin, jij wordt bejaard. Ik ga nu gewoon al de knoop doorhakken. Het zal mij wat wezen. Melvin wordt bejaard en we gaan daarna gewoon een nieuwe generatie in. Ja, dat vind ik toch wel een interessant concept. En dan kunnen we zo lang doorgaan met deze serie als we willen. In ieder geval, we zijn dus nu echt weer nog steeds aan het kamperen. Ik zal even kijken hoe het met... What the fuck? Echt waar. Zo'n dochter, zo'n moeder. Echt, zo ligt er eerst Patricia hier de vorige aflevering. En nu gaat fucking Liberty voor de toiletten en douches liggen. Ik snap dat niet. Nou ja, we gaan in ieder geval straks naar huis. Want de vakantie zit er bijna op. Dat is me ook al een paar keer verteld. En dan, ja, hebben we dat maar weer even achter de rug. Een hele leuke vakantie. Ik heb ervan genoten, ja. Ik vond het serieus echt gewoon leuk om een keer zo'n vakantie mee te maken, ja. Oké dan, ik heb even bij iedereen gekeken naar zijn of haar behoeften. En die is bij iedereen wel enigszins goed tot perfect. En dan denk ik dus nu ook maar dat het moment daar is dat wij naar huis gaan reizen, ja. En dan zijn we nog mooi in de voormiddag thuis. En dan kunnen we thuis nog even wat dingetjes doen. En dan, ja, gaan we er gewoon de vakantie beëindigen. Ik zit trouwens wel in te kijken of we deze dingen kunnen oppakken. Is dat mogelijk? Kunnen we die ergens in een inventaris gooien? Ja, dat kan. Nou, dan nemen we natuurlijk die tenten mee. Die laten we niet staan voor de volgende persoon. Dat is best wel dom als we dat doen. Dus, dat gooien we daar allemaal neer. De rest is niet van ons. Nou, dan gaan we dus nu naar huis, jongens. Het was een leuke vakantie. Ik heb ervan genoten. Jullie hopelijk ook. En ja, op naar huis gaan. Daar gaan we dan, jongens. Wij gaan weer naar huis. Naar ons oude vertrouwde stulpje. Ik heb er ook alweer zin in om daar even te gaan spelen. Dus, ja. Ik zie jullie wanneer we thuis zijn. Oké, jongens, daar zijn we dan met ons kleine gezinnetje thuis. Moeten jullie eens kijken. Oh, dit is toch weer oud vertrouwd, jongens. Oh, wat is dat nog weer fijn. Iedereen die gaat gelijk van alles en nog wat doen. Maar ik wil dat even gaan plannen, ja. Want kijk, bijvoorbeeld Liberty, die moet gaan trainen omdat dat haar dagtaak is. Daarnaast hebben we Melvin, die moet gaan gamen voor, ja, voor zijn dagtaak. Dus Melvin, jij gaat maar even een game spelen. Ga maar even revusen of zoiets, weet ik veel wat dat is. Dat moet je maar even gaan doen. Nou, daarnaast hebben we Lara, die
die moet huiswerk gaan maken. Oh mijn god, ja. Maar hey, ze hebben nu weer weekend. Oh, dat is chill. Dan kunnen we echt in dit weekend hopelijk een heleboel geldjes gaan verdienen. Dat lijkt me echt super handig als dat even gaat lukken. En wat moet zij doen? Eens kijken, Patricia. Jij moet maar even je huiswerk maken. Ik ga eerst gewoon iedereen hun eigen taak afmaken. En daarna gaan we gewoon even gezellig leuke dingetjes doen. En natuurlijk een heleboel geld verdienen. Want ik wil dit ding toch wel... Ik zou zeggen, ik wil dit ding nu toch wel een keer kunnen bouwen. Maar we hebben daar al genoeg geld voor. Dat is ook zo. Dus fucking Liberty. Jij gaat bezig met dit ding als je klaar bent met trainen. Holy shit, ja. Oh mijn god. We moeten 5 keer zo'n raket verbeteren of lanceren. Dat wil ik nog best wel deze aflevering gaan proberen. Oké, daar gaan we dus voor. 1000 symbool dollars kost mij dat. Maar dat maakt me geen flikker uit. Want dat lijkt me echt super awesome. Holy, daar gaan we voor. Oké, jongens. Holy shit. Wow. Oh mijn god, ze begint te bouwen. En moet je kijken wat er opeens staat. Wat? Hoe groot is zo'n raket? Oké, nou ja, ik laat haar wel even bouwen. Dit ziet er wel fucking gigantisch mooi uit. Holy shit, wat doet ze dat trouwens? Maar ja, laat haar maar hiermee bezig. Holy damn, dat was opeens zo. Poef, er stond opeens dit allemaal. Nou, ik vind het wel grappig. Ik laat haar wel even bouwen. En dan gaan we even kijken wat Lara aan het doen is. Die is bijna klaar met haar huiswerk op Patricia's kamer. What the fuck? Nou ja, het zal wel. En daarna moet ze eigenlijk maar gaan slapen. Zij is redelijk moe, dus gaan we even in bedje liggen. Maar Patricia, wat wil jij doen? Oh, jij moet pissen, zie ik. Ga jij dan eens maar even uw behoefte doen als een kampioen nog wel. En daarna ga je ook slapen. Ja, zo. What the fuck wordt hier ooit gebouwd, jongens? Ik kijk weer even bij Liberty. Iedereen ligt trouwens te slapen op Liberty na. En er staat hier opeens een fucking ding in de aardtuin. Dat is van je jeutje, Mina. Nou, in ieder geval. Zij moet gaan slapen en volgens mij ook even douchen. Ja, kijk. Dus ga eerst maar even douchen. Ga daarna maar slapen. En dan ligt iedereen in het dromenland. Maar holy damn. Check dat, dat is een gigantisch groot ding. En ik heb trouwens 2000 simdollars, dus ik denk dat ik even wat kleine dingetjes ga toevoegen aan de achtertuin. Ja. Nou, ik dacht ik ga even een achtertuin bouwen, maar blijkbaar is een heg zo fucking duur dat ik dacht van nou laat ook maar. Dit is in ieder geval een beetje de grensafscheiding van wat onze tuin is achter en wat van onze tuin is voor. Dus ja, ik heb niet meer kunnen bouwen dan een fucking heg. En toen was iedereen alweer wakker in huizen, Melvin. Echt waar. Op het ene moment echt zijn we uitslapers en hebben we echt een nachtritme. En op het andere moment dan zijn we juist echt hele vroege vogels. Super raar. Maar ja, we leren er wel mee leven. En Melvin, jij moet eten pakken, had ik net gezegd. Oh, ik zeg net dat je eten moet pakken. Hallo. Ik zeg, ga even eten pakken. Pak maar even anders dit maar. Een portie pakken. Doe maar even. En nee. Serieus, is dat ding kapot? Oh mijn god, Liberty, ik heb een taak voor jou. Repareren. Ga jij fucking eerst maar dat ding repareren. Liberty, kom. Jij kan dat. Heel snel volgens mij, want je hebt echt een giga... Ja, hier, dat bedoel ik. Ze draait er even wat in en dat ding is klaar. Nou ja, laten we dan maar even deze opeten. Want voor mij had Liberty ook honger. Ja, kijk. En dan... Ja, kan ze straks wel even verder gaan met haar prachtige raket die buiten staat. Doorgaan met bouwen. Ik denk dat dat daarna wel gelijk mag gebeuren. Ja, want ze heeft voor de rest alles prachtig groen. En ze moet pas over 3 dagen werken. Lara moet pas over 3 dagen naar school. Patricia moet pas over 3 dagen naar school. En ik moet pas over 3 dagen weer werken. We hebben gewoon dus eigenlijk een super lekker lang weekend tot onze beschikking. En daar ben ik best wel blij mee. Wat jullie trouwens ook tegen mij weer hadden gezegd, is dat ik toch maar eens met Lara nu echt een baantje moet gaan nemen. Ik heb dus al even gedrukt op een baan vinden. En dan ga ik kijken wat ertussen staat en wat het gaat verdienen. Want we moeten wel even wat meer geld krijgen. En oh, een verkoopmedewerker. Een barista. Noem je dat een barista? Dat wist ik niet, maar best wel leuk. Een babysitter. Een fastfood werknemer. Nou, dat is dus echt niks. En een handwerker. Oeh, ik weet niet. Een handwerker verdient wel een heleboel. Bij een hovenier, maar het is niet echt dat ik denk van, god, dat is interessant. Ik denk dat ik ga voor babysitter. Dat komt gewoon omdat ik wel een beetje realistisch wil blijven. Dus we nemen gewoon even een kleine carrière taak aan als babysitter. Ja, au pair, pas op, helemaal leuk. Ha, dat vind ik wel grappig. Dan is ze nu au pair en moet ze dus gaan werken als babysitter. Helemaal mooi. Ze moet werken over 13 uur en ze moet een speelse stemming hebben. En charismavaardigheid moet ze nu omhoog krijgen. Oeh, dan kunnen we daar wel even mee bezig gaan. Zullen we dat gaan proberen? Ja, dat gaan we proberen. Charisma, hoe doen we dat? Even kijken.
Charisma kunnen we verhogen door in een spiegel te praten. Dus wat gaan wij doen? In een spiegel praten, natuurlijk. Gaan we even het charisma verhogen. En hoe gaat het met Liberty? Liberty gaat zo weer verder, hè? Ja, ze gaat zo weer verder met de prachtige, prachtige ding buiten. Helemaal vet. Oké, jongens, als jullie kunnen zien heb ik... zoals jullie allemaal kunnen zien heb ik Lara maar even achter de piano gezet. En dan wel geïnspireerd door een bedachtzame douche. Want ze moet 1 uur lang een instrument bespelen terwijl ze geïnspireerd is. En dat is ze nu. Dus als we dit even 1 uur lang doen, dan hebben we daarna dit gehaald en dan kunnen we verder gaan met haar muzikale genie dingetje, wens, hoe je het ook maar wil noemen. Zie, dat is hetzelfde dus wat we ook met Melvin proberen. Dus daar gaan we even voor. Ja. Kijk eens aan, jongens. Toen was Lara opeens bij de volgende fase van haar muzikale genie carrière dingetje. Wat staat er allemaal? 500 euro met gepatenteerde nummers? Wat? Kan ze eigen nummers schrijven? Oké, daar wil ik even wat meer in verdiepen. Hoe dan? Hoe kan je nummers schrijven? Klik op een muziekinstrument en selecteer nummers schrijven. Sims met een beter ontwikkelde vaardigheid maken meer kans om nummers van betere kwaliteit te componeren. Ik klik hierop, maar er staat helemaal niet nummers schrijven. Oké, dan weet ik dus niet precies wat dat inhoudt, hoe dat werkt. Maar ik wil er toch wel even dan met meer naar gaan kijken, hoor. Oh, dat lijkt me best wel interessant. Dan kunnen we daar geld mee gaan verdienen. Oh mijn god. Nou jongens, maar weer even een kleine update bij Liberty, haar werkzaamheden. Er is weer een stuk op de raket gekomen. En volgens mij is hij op het moment al groter dan ons huis. Kijk, hij is, de raket zelf nog niet, maar de stallage waar die in staat is gewoon nog fucking groter. Hoe groot wordt dit ding in hemelsnaam? Dat vind ik echt super vet eigenlijk. Ook alweer heel onrealistisch, maar dat is natuurlijk weer Sims. En daar kan ik dan wel weer om lachen. Dus ik vind het best wel grappig zo. En ze heeft hem ook bijna af, dus ik wil hem nog even afmaken in deze aflevering. Ja, daar ga ik wel voor. Nou, Melvin die is nu even bezig weer met zijn computergame, want daar kwam ik achter van, die is ook nog steeds niet klaar. Nou, Lara die is nog steeds aan het piano spelen, want ik wil toch wel kijken wanneer ze nou daadwerkelijk nummers kan schrijven. En Liberty die is bijna klaar met haar raket. Het duurt nog heel even en dan is de bouw klaar. En ik ben echt benieuwd wat er dan voor gigantisch ding staat, ook al kunnen we het al een beetje inschatten. Dan komt hij denk ik nog een punt op en dan is hij ja eigenlijk zo goed als klaar om op te stijgen. Ze is wel gigantisch. Is moe en ze heeft ook echt een blaas die kut is en hygiëne die kut is, maar ze zal en moet dit ding afkrijgen. Dus ja, hij is ook bijna af. We wachten nog even. Nog even wachten. Ja, jongens! Holy shit! Fucking raket is klaar. Oh mijn god. Wij hebben een fucking raket. Wij hebben een fucking raket. Dat is super vet. Oh mijn god, daar ben ik echt trots op. En ik zie trouwens ook dat Lara niveau omhoog is met haar carrière ding. Maar ze kan nog steeds geen nummers schrijven. Hoe kan ik nummers schrijven? Leer mij dat alsjeblieft door middel van de reactie. En ik ga hier ook de aflevering beëindigen. Ja, ik zie dat Lara, dat Liberty echt fucking echt depressief van alles is. En helemaal moe. Dus dat gaan we nog even instellen. Maar in ieder geval, dan is het nu dit het einde. Druk op de blauwe duimpje als je genoten hebt. Laat misschien een leuke reactie achter. Hier beneden kom ik seks en hoop ik jou dinsdag weer om 8 uur te zien bij een nieuwe aflevering. Vandaar dat ik nog maar één zeg tegen jullie. En dat is... Doei mensen!